Maar Wetterhoeve is van Boerenkom af. Met medewerking van Krediet aan de Nijverheid, uw bankier. We krijgen hier steeds meer brieven van kijkers die maar één ding willen. Margriet Hermans in die spannende zetel. Ik beloof het, we zullen het straks even proberen. Maar we moeten eerst rechtstreeks naar het Sportpaleis in Antwerpen, want daar loopt op dit moment de Night of the Proms. En die wordt al sedert jaar en dag gepresenteerd door Karel Huibrechts. Rechtstreeks naar het Sportpaleis in Antwerpen. Oké, goedenavond. Goedenavond Vlaanderen. Wij zijn hier vanavond met 20.000. U bent met 1,6 miljoen. En het eerste deel is hier net afgelopen. Dus wij moeten daar een eind aan maken. Aan wie kan ik dat beter overlaten dan aan de man die... Dank je vriendelijk, Karel. Tot genoegdoening tot de volgende keer. Dank je vriendelijk. Formidabel, dames en heren. Dank u wel. Mark en studiogasten, woorden schieten mijn tekortkomingsvermogen hier volledig naar losse groeven. Wat hier allemaal gaande is, de studiomensen kunnen hun ogen niet geloven. Ook kijklustende huiskamers zullen hier grote ogen trekkende hier op deze tempelfeesten. Formidabel. Jazeker. Formidabel. Mark, ik probeer. Dank u vriendelijk, dames en heren. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Het orkest heeft de strijkstok reeds ter hand genomen, dames en heren. Maar inderdaad dus, de gasten van de beste stamafkomstigheden van de muzikale firmamenten trekken hier hun beste beentje naar voren. Mr. De Sting is er onder andere eentje van, die van de Londense politie. Die kennen we allemaal. Inderdaad. Maar dames en heren en Mark in studio, ik ben ook zo vrij nu misschien een cruciale vraagstelling te kunnen laten geworden aan een van de grote hoofdpersonaliteiten hierom aanwezig. En daarom ben ik blij van mijn hartje vervuld dat ik nu een cruciaal vraagmoment mag stellen aan niemand minder dan Jerry Broekers van Prok. Ik wil horen, dames en heren, formidabel. Jazeker. U kent dan wel het beroemde liedje Wider Shade van de Peel. Let's keep the light bandango with the Tristan in my ears. I'm feeling a kind of sea break. A wider shade of pale. Jazeker, dames en heren, inderdaad. Gerry Broekers van Broken Harem, hartelijk welkom en hartelijk bonifatie met uw prachtige optredenstelling hier aanwezig. Mr. Broekers, it's very pleasant to have this meet with you. And I also now want an approaching question for yourself and for myself and the watchers of the Tomorrow, the Monday. Mr. Broekers, love you Belgium. Ja. Formidabel, dames en heren. Natuurlijk, dames en heren, ik mag zo vrij zijn even een kleine translatie te maken. Mr. Broeker zegt ja, ik hou van België, want voor een pralineke goed en fijn moet geen België zijn. Inderdaad, dank je vriendelijk.
meneer, dank u vriendelijk. Goed, dames en heren, deze kleine interpellatie van Xavier de Baere wordt in grote dank afgenomen van mijnentwege naar uwentwege. Ik wil nu nog even inderdaad terugschakelen met de rechtstreekse bedrading naar dus morgen maandag. Rechtstreeks bedraad, tot genoegdoening. Mark, aan u het woord in de studio. Dank u vriendelijk, voor gedaan. Dank u wel. Ja, dat was Xavier de Baere. En nu wil ik het even nog over iemand anders hebben. U zag hem daarnet al even voor de generiek. De heer Frans de Brabanderen, die deze week zijn levenswerk in boekvorm uitgaf. Het verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk. Hij is vandaag onze live deskundige. Meneer de Brabanderen, verklaart u ons even de namen De Baere en Huibrechts, alstublieft? De Baere is een bijnaam. Baar betekent bloot, naakt, dus de blote. Huibrechts is een Germaanse voornaam, de zoon van Huibrecht, Hubrecht, Hugi Berchta, schitterend door verstand. Dank u wel, meneer de Brabanderen. Ik was bezig over Margriet Hermans voor we naar het Sportpaleis gingen en ik heb het u beloofd. Margriet Hermans zal, het is uw idee, het is uw verantwoordelijkheid, maar we zullen kijken of Margriet Hermans past in de intieme stoel. Maar eerst kondigt ze zichzelf aan op de autocue. Margriet Hermans. Goedenavond, dames en heren. Wel, het is nu wel weer de week geweest. Iedereen had de mond vol over het Sociaal Pact en over het VLD-congres. Ik volg die dingen op de voet. Ik ben echt wel wat je noemt een politiek dier. Als zangeres heb ik trouwens goede contacten met onze minister van Cultuur. Ja, voor wie dat ook mogen zijn. En minister van Onderwijs, oh Jezus. Ik juich ook toe dat men eindelijk inziet dat er meer vrouwen op de kieslijsten moeten komen. Zo heb ik zelf trouwens een enorme bewondering voor de algemene secretaris van het ABVV. Had toevallig gelezen van De Vits. Maar nu moet ik naar boven en mijn rug, ja die doet niet zo erg pijn, maar het straalt een beetje uit naar mijn been. Nee jongens, ik lach er echt niet mee hoor. Margriet Hermans en de morgen maandag man. Zeg Mark, had me ook beter gerepeteerd. Ik had beloofd dat ik het zou laten zien aan de mensen thuis, dus het gaat gewoon echt niet, dames en heren. Ja, maar dat is waar. Kijk, het gaat gewoon niet. Ik wist het van tevoren. Heb jij iets tegen vogelkooien? Nee hoor. Ja, dan gaan we gewoon naar de vogelkooi. Meneer de Brabanderen, kan u even de naam Hermans verklaren, alstublieft? Hermans is de zoon of de dochter van Herman. Alweer een Germaanse voornaam. Die betekent man van het heer, het leger. Denk aan het Vlaamse heer dat altijd pal staat. Het is zoon van een man dus, maar ze is wel een vrouw, maar kan er mannetje staan. Margriet, wat is dat eigenlijk met die rug en die benen van jou? Erg, hè? Ja. Overbelast waarschijnlijk, hè? Dat zeggen ze toch altijd. Maar daar zal niks aan te doen zijn. Maar ik heb een paar jaar terug een operatie gehad, een hernia-operatie. En nu heb ik zo'n beetje terug uitstraling naar mijn rechterbeen. Maar ja. Ja, maar wat ik niet goed begrijp is dat je hebt dan al last van je rug en je doet niks anders dan motorrijden, paardrijden en optreden en staan dansen en springen. En... Ja, maar ja, ik bedoel, ja, ik doe dat allemaal zo graag en zolang dat ik dat kan doen, wil ik dat blijven doen. Hè. Je bent ook bijna 40, hè? Oh, verschrikkelijk, hè, ja. Maar ik zie er nog goed uit, hè? Ja. Het is wel altijd zo verdonderd door mijn lach, denk ik. Ik zal een beetje zachter zijn. Ja, dat is waar. Jij zou graag in de politiek gaan. Ik heb het daarnet gezien, je volgt dat heel goed. Wel, Mia de Vits kende je zelfs. Ja, toevallig had ik dat interview gelezen in het Weekblad. Ik volg de politiek in nu veel mindere mate, maar toen ik student was en toen ik nog in het onderwijs stond, volgde ik... Maar zou je zelf in de politiek gaan? Ja, ik zou daar niet blombrozen. Welke partij? Ik weet niet of ik daar... Welke partij? Welke partij? Maar ik moet zeggen, deze week heb ik voor drie partijen gewerkt.
Maar ik vind dat vroeger niet. Ik vroeg welke partij. Ja, maar wacht even. Dus ik ga dat zeggen. En ik zat woensdagavond bij de CVP, ik zat vrijdagavond bij de VLD en zaterdag namiddag bij de Socialisten. En nu moet ik eerlijk bekennen, ik zou het moeilijk kiezen vinden, maar ik denk dat ik CVP zou kiezen. Als ik mag dat zeggen. Wat is het standpunt van de CVP in verband met ongehuwde moeders? Ah, maar ik zeg altijd... Ik ben zelfstandig en dat op zich is natuurlijk als ongehuwde moeder al geen goede zaak. Nee. Ik hoorde daarnet nog dat ze het kindergeld wilde gaan verminderen. Enfin, dat was dan Verhofstadt die dat stond te declameren. Nu, voor mij zou dat geen ramp zijn, want ik krijg 515 frank per maand. Dus ik denk dat ik daar niet ver mee zal schoppen. Ik denk dat Celientje daar ook nog geen kousen voor kan kopen. Over Verhofstadt gesproken, de VLD heeft congres gehad. Ja, daar heb ik een stukje van gehoord. Daar hebben ze ook, die mensen zouden willen voorstellen, de VLD dus, dat de premier rechtstreeks wordt verkozen. Ja, dat hoor ik ook zeggen. Vind je dat een goed idee? Van, ik zie nog niet meteen hoe dat mogelijk gaat zijn. Ja, dat regelen ze wel, maar zou het een... Van, ik heb daar een beetje schrik voor in die zin dat het een kwestie gaat zijn van erg populair te zijn. Het wordt een beetje een hoerenminister dan, denk ik. Ja. Dus je bent er eigenlijk tegen? Ja. Ja, en ook als jij bent ook iemand die het heeft van de... Ja, maar ik ben geen minister. Nee, maar ja, als je in de politiek... Ze hebben mij ooit wel eens gevraagd, Margriet, bij ons in Turnhout, Margriet, wil je op de lijst komen staan als lijsttrekker? Ik zeg, op welk plekje? Het was dan op het 18e plekje. Ik zeg, ja, daar wil ik niet staan. Als ik eerst of tweede sta, wil ik dat wel doen. Nu zou ik dat misschien niet meer zeggen, want dat was in mijn naïviteit. Ik zou eerst wel een beetje proberen van achter de schermen wat politieke ervaring om te doen. In de mate dat je zoiets kan doen. Jij drinkt daarvan, van dat water. Ja, ja. Oh, had je daar iets in gedaan misschien dan? Nee, maar ik dacht dat de goudvissen er eerst in gezeten hadden. Ah, nee, ja, dat is natuurwater. Ja, dat is waar Gerardsbergen doen. En jij gaat een dierenprogramma maken? Ja. Eindelijk. Wordt dat dierenplezier of dag coco? Oh nee, geen van de twee. Geen van de twee, wat wordt het dan? Het wordt hart voor dieren. Hart voor dieren? Ja, hart voor dieren. En... Maar het is eigenlijk, het gaat over de relatie van mensen met dieren en ook de relatie van dieren met mensen natuurlijk. We gaan geen dieren naar de studio brengen, want daar ben ik a priori tegen. Nu, Walter, die kan er nog net bij, vind ik. Okay. Maar als je zo'n belaagde... Nee, oh, alsjeblieft. Ik moet nog naar Mazeik, Walter. Je weet toch wel dat vogels geen gecontroleerde sluitspier hebben, hè? Ja. Walter? Nu, ik heb geen schrik. Zeg eens dag tegen Margriet. Hop. Wacht, ik stel hem over. Dat is de eerste gast waar hij niet spontaan naartoe wat een kleur hebben. Dat is mijn lach, denk ik. Ja. Walter? Daar is het al. Dag, jongen. Pas op voor je ogen, hè. Ja, doet hij dat? Niet bij iedereen. Oh, zeg af. Ik moet zeggen, ik heb een paar jaar geleden in Zwitserland ooit eens voor een vogelkooi gestaan. En een BO heeft toen mijn dag goed gemaakt. Wat zei hij? Hij zei, ik ga je BO. En ik, kijk, hij houdt al van mij. Ja, dat is goed, laat maar zitten. En hij zei, ik ga je BO. En ik zeg, potverdorie, die BO's zijn slim, hè? Die spreken zelfs Duits. Vindt u dat een teken van verstand, Duits spreken? Nee, ja. Nee, maar een andere taal dan Nederlands spreken misschien wel. Maar dat dierenprogramma, zit dat nu nog in jouw exclusiviteitscontract? Komt er nog een nieuwe reeks Margriet? Hoe zit dat eigenlijk? Wel, ik moet dringend nog eens met onze Jan gaan praten. Hè. Ik weet het, het exclusiviteitscontract loopt nog een jaar. Margriet hoort... Maar ik zeg dat woord eigenlijk niet graag, want ik vind het geen exclusiviteitscontract. Daar heb ik dat 101 keer over gehad. Ja, maar ze zeggen dat ik nu moet struikelen over één woord, terwijl dat het eigenlijk toch over een serieus principe maar gaat. Maar blijf je of blijf je niet? Daar gaat het eigenlijk. Ja, natuurlijk blijf ik wel. Waarom zou ik op een ander gaan? Hé, hey Walter, kom jongen. We zijn niet zo goed, hè? We kunnen babbelen, we kunnen zelfs zeggen wat we willen. Maar geen kaka doen, hè, vriend, want... Maar je hoort bijvoorbeeld, wil ik zeggen, Margriet Hermans is eigenlijk een soort VTM-figuur die door een of ander toeval bij de BRT zit. Ben je het daarmee eens of niet? Waarom mensen van mij vinden dat ik een VTM-figuur ben, is gewoon omdat ik zing, denk ik. En omdat ik in Vlaanderen vrij populair ben. En het is zo, we moeten eerlijk zijn, de heel populaire mensen gingen op een bepaalde periode allemaal naar VTM. Ja. Dus dachten ze, dat zal Margriet Hermans... Hij is toch verliefd op mij? Eindelijk, nu is het eindelijk. Nu eindelijk dat ik in strek heb en een man zegt, kom, laat hij maar komen. Margriet, ik denk niet dat jij een VTM-figuur bent. Jij bent gewoon een figuur, denk ik. En wat Walter betreft, trek er je plan mee. Bedankt voor de komst in elk geval. Straks. Schandalige praktijken van de roddelpers in de Verenigde Staten. Een terugblik op de fileconcerten. Een babbel met een minister. Kinderspel. En onder ons opnieuw een openhartig gesprek met een minzame Vlaming. Drie mensen rond de tafel. Cartouche.
En alles over gisteren zondag, de krant van morgen maandag. Vorige maandag hebben wij voor u twee fileconcerten georganiseerd. Voor wie er niet bij was, tonen wij u nu een korte reportage, een soort sfeerbeeld. We wilden deze beelden graag zelf nu als eerste uitzenden natuurlijk, maar het BRTN-journaal heeft al een paar stukjes laten zien. Het VTM-nieuws heeft zich wel aan de afspraken gehouden. Wij hadden gevraagd om er zelfs niks over te zeggen en dat hebben ze inderdaad ook gedaan. Zo waren de fileconcerten. Op de parkings van de E40 autoweg in Groot-Bijgaarde en in Everberg zijn vanmorgen zogenoemde fileconcerten gehouden. De maandagochtendtip hoeft natuurlijk niet elke week zo spectaculair te zijn om toch tot resultaat te leiden. Deze week is onze tip heel eenvoudig. Hoe vaak gebeurt het niet dat u op maandagochtend wordt geconfronteerd met agressief sociaal gedrag van een medemens? Iemand duwt u opzij als u klaar staat om op bus of trein te springen. Iemand botst tegen u aan in de metro. Iemand wringt zich in de file constant van het ene rijvak naar het andere. In dat soort gevallen maakt u dit gebaar. U zal zien, de agressieveling krimpt beschaamd in elkaar en uw agressie loopt zo uit uw weg in het gebaar zelf. En als u voor u op uw werk komt een keer of vijf zo hebt kunnen doen, dan begint u aan de week vol zelfvertrouwen en enthousiasme. Zo dus. Ondertussen vraagt u zich al een poosje af, die zetel, gaan ze daar nu vandaag nog iemand in ontvangen of blijft het bij die flauwe grap met Margriet? Ik ga u eerlijk zeggen wat er gebeurd is, dames en heren. Ik was van plan iets anders te doen. Ik wilde eigenlijk Sanne en Erik van Nijgen interviewen, niet met z'n tweeën in de zetel. Ik zou Erik van Nijgen eerst interviewen in de schminkkamer, daar wat vragen stellen over Sanne en dan in de zetel het omgekeerde systeem toepassen met Sanne daarin. Dat leek mij een leuk vooruitzicht. En wat is er nu gebeurd? Ze zijn hier geweest en nu vinden we ze niet meer. Ze zijn verdwenen. Maar we lossen altijd dat soort zaken wel op, dus we gaan nu gewoon naar de schminkkamer. En men heeft mij beloofd dat iemand die hier in de gangen rondliep, daar klaar zit en dat we met hem hetzelfde kunnen doen als we met Erik en Sanne van plan waren. Het gaat om de heer Chris Wouters, broer van Koen Wouters, die vraagt mij niet hoe het komt, maar die hier geregeld rondloopt. Ah, moet zijn microfoontje ook nog krijgen. Ze hebben mij gezegd dat je Erik en Sanne wil vervangen. Ja, ze hebben mij dat ook gevraagd. Ja, dat doet mij geweldig veel plezier. Maar er is één, het is dus niet voorbereid, dus ik weet eigenlijk absoluut niet wat we... Heb jij nog iets gehoord van Erik en Sanne trouwens? Was het... Ik heb gehoord dat ze verdwenen zijn. Nee, ja, maar waar naartoe, dat weet ik niet. Nee, geen flauw idee van. Bon, we gaan er proberen het beste aan te maken. Zijn er dingen waarover we straks
Waarover zou je graag praten eigenlijk in die zetel? Dat is natuurlijk moeilijk. Ja, ik weet het. De Koen heeft hier 2 weken geleden gezeten. Dat was in de kooi. Dat was in de kooi. In die zetel, dat is zoals iets anders. Misschien iets intiemers. Ja. Over... Hoe het is om... Over Koen dan toch weer. Ja, het is altijd, ja, het altijd daarop uit. Laatst komt er iemand naar mij die zegt... Zet jij niet de broer van Wim Wouters? Ik heb namelijk nog 2 andere broers, dus als je ooit niemand hebt om in je programma te zitten, er zijn er nog een hele hoop. Maar denk, vind ik niet dat ik Koen een oninteressant onderwerp vind, maar denk er toch nog eens over na, tegen dat het zover is straks. Ja, dat is goed. Meneer De Brabanderen, kan u de naam Wouters even uitleggen, alstublieft? Natuurlijk. Wouters is natuurlijk de zoon van Walter. Wouter of Walter is een Germaanse voornaam en die betekent Wout, Harry. Machtig door het leger. Machtig met het leger. Oké. Okay. Koen, tot straks, hè. Heb je dat gezien, al die biggen die daarmee een kraan op een camion geladen werden? Amai, er is plezantere marsepein om naar te kijken. Maar ja, het schijnt dat het nodig was om er wat op te ruimen, want in de Vlaanders daar zijn nu meer varkens dan mensen en dat is toch ook niet menselijk niet meer. En nu dat er toch overal beesten te veel zijn, nu alles de beesten die al dood waren, terug uit hun hoertijd. Dan kon men ons klas die eens naar Jurassic Park gaan kijken. Die film met al die dinosaurussen, schijnt dat die beesten beter spelen dan de mensen. En van de hoertijd gesproken, hebben naar de Milgoelen gekeken, daar kwamen die Chippendales in. Dat zijn die mannen die even slim zijn als knap. Allee, dat kwamen ze toch zelf zeggen. En die trekken bekan alles uit. Dat trekt toch op niks, zei onze bom. Maar dat komt doordat hem jaloers was op al die bommen die er wel naartoe getrokken waren, want dat trekt nog wel eens vrouwelijk, zo'n mannen die kan alles uittrekken. Dat mag dan ook op niks trekken. En ondertussen zijn ze bezig met het sociaal pact. Ik weet wel niet wat dat is, een pact, maar ik denk dat dat is. De ene pakt dit en de andere pakt dat. En een derde zegt dat zal niet pakken. En dan pakt de regering maatregelen en daarom heet dat sociaal pact. Ja, ik moet dat allemaal uitleggen aan snorken van ons klas, want die verstaan niet veel van politiek. En in ons klas wordt veel aan politiek gedaan, want er zit nog wel wat bijeen in ons klas. 2 getuigen van Jehovah, Mehmet de Turk, Fatih Amjarenhoofd ook. En dan die 5 man van Vlaams Vierkant, onder andere Herlinde, de dokter van de toekomstige schepenen van Recht en Orde. Wacht maar tot de volgende verkiezingen, zegt Zalte. En natuurlijk ook nog een stuk of 7 gewoon Belgen, gelijk ik en snorken en Marlies en dat kon. En wij moeten er dikwijls tussen komen, want ze vliegen elkaar dikwijls in taart. Tenminste, als ze dan ook hebben, want Arnoud van Vlaams Vierkant, die heeft een blotte kop. Maar die is veel liever gezien dan Herlinde, vooral door Ruben de Jood. En die hebben voorgesteld om ook gelijk die van de wedstrijd een sociaal pact te sluiten, van niks meer van elkaar af te pakken. En dat heeft gepakt, want zelfs Fatih Arnoud ook wordt niet meer afgepakt door Herlinde. En die komen we allemaal goed overeen. Onze ouders moesten ons eens bezig zien. Ik zeg, en nu heb ik gehoord waarom dat die in Boccaccio gesloten is. Dat is omdat die gasten bij de buren in de brievenbussen gingen pipi doen. Zeg, alleen een brievenbus, dat is toch om wat anders in te steken. Hè? En weet je wat die buren daar nu op gevonden hebben? Die hebben stroom op hun brievenbus gezet. Het zal hun leren, die gasten. Hey. VTM 13 voor 9, nieuws met Mark Uiterhoeven. Welkom in onze nieuwsuitzending, minister Van den Bossen. Dadelijk praten we met u, maar eerst het belangrijke nieuws. Het VTM-magazine Telefact zond vorige maandag een interessante reportage uit over een nieuwe vorm van beeldjournalistiek. In de Verenigde Staten vliegen tegenwoordig fotografen en cameramensen met helikopters over de huizen en villa's van bekende mensen, in de hoop opvallende privébeelden te kunnen schieten. In de nu volgende fragmenten gaan de persjongens op jacht naar Jack Nicholson en Marlon Brando. Good. Okay. If we could just do final once round towards the Mercedes again. And I think we've got this one. That's good. Okay, I can see right into the living room there. Why doesn't the fat man come out? Let's go to Nicholson. Is it him, Alec? It looks like him, yeah, he's the same weight. All right, look at that. Gelukkig hebben wij hier in Vlaanderen nog respect voor de privacy van bekende mensen en komen zulke walgelijke praktijken hier niet voor. Hoewel wij deze week toch eens geprobeerd hebben wat het zou geven. Dit zijn 2 identieke villa's. Het zijn de villa's van Mike en Guido. Ze hebben ook dezelfde wagen zoals u ziet en we hebben geluk. Ze zijn er net allebei en ze kennen elkaar natuurlijk. Ze lopen bij elkaar het hekken plat. Ja, en ze zijn nog iets van plan. Blijkbaar is er nog een vergadering of zo en gaan ze daar nu samen naartoe. Mike en Guido, 1, 2 mooie, maar bescheiden villa's. En dit is de poetsvrouw van Jan van Rompuy, want dit is in elk geval de plaats waar hij woont, maar hemzelf zien we niet op dit beeld.
En dit is het huis van de baas van Jan van Rompuy, van Jan Keuleers. En toevallig komt hij ook net buiten met Rachel en Barbara. Ze gaan waarschijnlijk een fietstochtje maken. En daar rechts, dat is de villa van Emiel Goelen. En er wordt net een koelkast of een wasmachine of zo gebracht. Zien we waarschijnlijk de beste koop van de week. Emiel Goelen is er zelf ook. En gedienstig als Miel altijd is, wijst hij de mensen de weg naar de plaats waar de beste koop van de week moet terechtkomen. Dit is de villa van Paul Jambers. We zien hem daar zelf trouwens, denk ik, in de tuin. Waarschijnlijk nog de nasleep van zijn reportage over die indianenkampen in Vlaanderen. En dit is Jean-Luc Dehaene, onze premier. Ah, er komt ook een motorrijder voorbij. Het is de koning. Dat zien we aan de escorte erachter. Jean-Luc Dehaene groet hem ook. En hier woont Walter Capiot. We zien hem daar geloof ik ook bezig in zijn tuin, inderdaad. Het is zakdoek leggen en hij is dat aan het spelen met, waarschijnlijk met kinderen uit de buurt of zo. Woont heel mooi, Walter. En dat is Aurore die de wagen aan het wassen is of aan het repeteren voor Rad van Fortuin. Daar is niet zoveel verschil tussen. Daar staat ze en de butler staat ook voor de deur. En in dit appartementsgebouw woont Reddy de Meij. En we hebben geluk, hij is er, Reddy. Meneer de Brabanderen, mag ik u vragen de namen Goelen, Van Rompuy, Capiot, De Prateren en Verdrenk te verklaren, alstublieft? Goelen is eigenlijk hermafrodiet of tweeslachtig. Het kan zowel een vadersnaam als een moedersnaam zijn. De zoon van Goelen, de mannennaam, of de zoon van Goedele. Van Rompuy is duidelijk familie van Rompuy. Het zijn varianten van dezelfde naam. Rompuy, rondpad, ruimpad. Dus een breed ruimpad was de plaats waar zijn voorouders gewoond hebben. Capiot is een Picardische of een Noord-Franse vorm. Tegenhanger van het Franse chapeau, hoed. Dus een tegenhanger van onze familie aan hoed. Zijn voorvader heeft duidelijk een hoed gedragen. De Prateren is een boswachter of een veldwachter. En Verdrenk stamt af van Van der Drenk, van den Drink. En een drink of een drenk was een drinkplaats voor vee. Als een politicus iets zegt in het tv-journaal, zie je vaak aan zijn gezicht dat hij eigenlijk iets heel anders zou willen zeggen dan hij echt zegt. Kijken naar Patrick de Waal. Het is nu bijna 5:30 en wij hebben als parlementsleden nog altijd geen kennis van de tekst die meneer Verplaatsen heeft overgemaakt aan de eerste minister. Ik denk dat de leiders van de belangrijke drukkingsgroepen zeer reeds lang beschikken over deze teksten. Het toont aan dat het parlement er eigenlijk voor spek en bonen bij zit. Wat wilde Patrick de Waal eigenlijk veel liever zeggen dan wat hij nu net zei? Het is nu bijna 5:30 en ik kan nog niet naar huis. Ik wil ook eens graag bij mevrouw en mijn kinderen zijn. Ik zie ze bijna nooit meer. Daarbij onze Jasper verjaard vandaag. Hij wordt 7 jaar en ik zie hem eigenlijk nooit meer. Daarom had ik er vandaag nog eens graag willen bij zijn. En ja, mevrouw heeft ook mijn lievelingseten gemaakt. Spek met bonen. Dan praten we nu met minister van Onderwijs Luc van den Bossen. Wij hebben hier vaak aandacht voor de taal van de politicus. Vorige donderdag werd in verband met onderwijs een ontwerp van decreet goedgekeurd waaronder de naam van minister van den Bossen prijkt. Ik lees u even artikel 33 voor. Meneer van den Bossen, volgt u ook even. Om tegemoet te komen aan de opmerking door de Raad van State gemaakt in het advies over het besluit van de Vlaamse executieve van 5 mei 1993 tot vaststelling van de lijst van de andere activiteiten waarvan men aanneemt dat ze een groot gedeelte van de tijd van een lid van het academisch personeel in beslag nemen in zaken publicatieplicht in het Belgisch Staatsblad van beslissingen van het universiteitsbestuur, waarbij een lid van het AP, ondanks het feit dat het ambt dat hij bekleedt, of het beroep dat hij uitoefent voorkomt op de lijst, toch zijn voltijdse opdracht kan behouden, wordt in een decretale onderbouw voorzien. Meneer de minister, als ik het zo in één adem probeer te lezen, lijkt het misschien een beetje ingewikkeld. Maar ik ben er zeker van dat wij samen er zullen inslagen om de bevolking wijs te maken wat u precies bedoelt. Laten we het samen even overlopen. Dus om tegemoet, ja, begint u zelf maar even uit te leggen. Dat is misschien... Het is vrij eenvoudig. We hebben een vroegere reglementering gemaakt omtrent cumul. Dus dat betekent professoren. Ja, professoren die iets anders doen dan lesgeven of wetenschappelijk onderzoek. Maar waar staat dat? Waarom staat er dan niet gewoon cumul?
Omdat dit natuurlijk een tekst is die voor het parlement bestemd is en juridisch aansluit bij de vorige tekst. Dus men heeft hier een stuk overgenomen van de titel en de tekst van het artikel zelf dat gewijzigd is. Die laatste zin begrijp ik ook al niet meer. U maakt het moeilijker nu. Maar dus tot vaststelling van de lijst en dat, de andere activiteiten, dat is de commune? Ja, er is dus het is een vrijmoedig systeem waarbij men de universiteit enerzijds toelaat van te oordelen en anderzijds een lijstje gemaakt heeft waarbij de bewijslast omgekeerd wordt. Waarbij verondersteld wordt dat gecumuleerd. Het is vereenvoudigd. Indien je het niet doet, dan moet je dat bewijzen. Dus, maar, andere activiteiten zijn de cumul, gedeelte van de tijd van de universiteitsprofessoren verstaan dit zeer goed. Ja, denkt u dat? Ja, blijkbaar, want ze cumuleren ijverig soms. Het AP, wat is dat? Dat is het academisch personeel. Ja. Je hebt twee soorten, het zelfstandig, de zappers, en de apen, het assisterend academisch personeel. Heb ik het goed als ik zeg dat als ze willen cumuleren, de professoren, dan moet dat in het staatsblad staan? Ze moeten het vragen en als het toegestaan wordt, dan staat er in het staatsblad. En het mag niet, want hij bekleedt dat hij uitoefend voorkomt op de lijst, toch zijn voltijdse opdracht kan behouden. Het mag dus niet te druk cumuleren worden. Is dat wat het wil zeggen? Nee, er zijn twee systemen. Er is het systeem van cumul dat zuiver beoordeeld wordt door de universiteit. Men zegt ja of nee, dat verschijnt. En anderzijds bij een aantal beroepen, zoals bijvoorbeeld advocaat, wordt er verondersteld dat eenmaal dat je en advocaat en hoogleraar bent, dat je dan toch wel cumuleert. Tenzij je het omgekeerde bewijst. Ja. En dat verschijnt dan ook weer in het staatsblad. Ik denk dat het niet voor mij is, meneer Van den Bossen, maar... Toch bedankt dat u het mij... mag je niet cumuleren, hè? Aan de BRT mag je niet cumuleren, hè? Nee, inderdaad, want in onze statuten staat dat de andere activiteiten waarvan men aanneemt dat ze een groot gedeelte van de tijd van een lid van het personeel van de BRT in slag nemen, is een publicatieplicht, welke staat op beslissing om de universiteit. Ik zeg het niet. Meneer Van den Bossen, hartelijk dank voor uw komst. Meneer De Brabander, wat betekent eigenlijk Van den Bossen? Van den Bossense voorouders hebben zeker gewoond aan een plaats, ten Bossen, een bos. Als minister Van den Bossen West-Vlamingen was, zou je Van den Bussen heten. En over andere ex-BRTN-medewerkers gesproken. Vannacht overleed BRTN-medewerker Marcel Laurijs. Laurijs bedacht voor de BRTN al 40 jaar de tv-spelletjes. In 1953 begon Marcel Laurijs zijn carrière bij de BRT. Met populaire successen als 100.000 of niets, wie weet wat en 1 tegen allen, verwierf hij een stevige reputatie als spelletjesbedenker. Maar ook van het moeilijke werk was Laurijs niet vies. In 1956 bedacht hij Het is maar een vraag. Een quiz met aardsmoeilijke vragen die gevreesd werden door kandidaten en quizmasters. In welke eeuw stierf de grote reiziger Ibn Battuta? In welke eeuw de grote reiziger Ibn Battuta precies stierf, is tot op heden niet opgelost. Wie het weet kan ons bellen op het telefoonnummer 02-734-7068. In 1958 creëerde Laurijs Hoort hij het of hoort hij het niet? Een spelletje voor doven en slechthorenden onder leiding van een gespecialiseerde vakjury. Ik kan u nog maar één ding vragen. Wat denkt u over onze kandidaten? Over onze kandidaten? Wel... Ook de feministenbeweging kwam dankzij Laurijs aan haar trekken. In 1959 bedacht hij Vrouwen Fortuna, een uitermate progressief spelprogramma met uitsluitend vrouwelijke kandidaten. En u, dames, met de glimlach... Veel goede moed en begrijp maar, start! 2 jaar later waagde Laurijs zich aan het meest verregaande experiment uit zijn carrière, de CC-quiz. Een quiz voor ex-kolonialen die leden aan de slaapziekte. De bedoeling van dit spel was dat de kandidaten niet in slaap mochten vallen tijdens het zoeken naar het juiste antwoord. Marcel Laurijs zelf stierf vannacht in zijn slaap. Sedert 1963 bedacht Laurijs nog slechts 1 tv-spelletje, de Michel Follet-quiz. De kandidaten moesten elke week proberen om zo snel mogelijk Michel Follet te herkennen in deze cartoon. Bart Peters. Bart Peters is niet goed. De beurt is aan George en Maria. Die herken je toch? Jambers. Jambers is niet goed, nee. Leo en Tok, wie is het? Kijk eens. Armopie? Nee, kijk eens. Die herken je toch? Grote oren. Radio, ja. Figuur. Kom aan, Maria, je weet het. Philip? Michel Follet. Meneer De Brabander, de vraag ligt voor de hand. Wat betekent de naam Follet eigenlijk? Follet spreekt u eigenlijk verkeerd uit. Het is een Franse naam, Follet. Diminutieve verkleinwoordje van het Franse woord fou, gek. Dus een gekje, een zotje. Dank u wel. Zo intiem als maar kan. Ook Chris Wouters en de morgen maandag man. Nu is het aan ons dus, hè? Goed, dat is dichtbij, Mark. Dat is dichtbij.
Ja, we gingen over Koen. Ben je daar eigenlijk trots op Koen? Want het is toch een... Absoluut. Staat altijd in de schaduw. Hè? Koen? Ja, omdat je... Nee, maar jij, het is toch waar. Je komt altijd op het tweede of zelfs derde plan. Ja, en graag. Maar ik ben heel trots op Koen. Hij weet dat ook wel. Wat is er zo fantastisch aan? Ja, wel, die gast was 21 jaar en er was een klein groepje en dat werd in één keer heel groot. En ja, hoe moet je dat zeggen? Gans de wereld riep dat hij fantastisch was en dat het ongelooflijk was. En er waren zelfs bladen die hem tot meest sexy man enzovoorts uitriepen. En die is altijd heel normaal gebleven. Ik ken hem heel goed, hij is mijn broer. Die is altijd heel normaal gebleven. En nu nog altijd, in tegenstelling tot wat sommige mensen misschien denken, maar de Koen doet dat echt fantastisch. Ja. Ik hoop dat hem kijkt nu, dan heb ik goede punten. Ja, ook komt dat hij hier eigenlijk niet is en jij wel? Ja, plotseling belde men mij. Dat heeft dan te maken met iets dat volgende week gebeurt. Ja, maar de Koen, waarom komt hij? Ik weet het niet. Hij heeft hier alles al gezien. Ze wonen niet meer samen, hè? Nee. Kom, ben je getrouwd ook? Ja. Kinderen? Nee. Ik ben nooit thuis, hè, Mark. Dat is hier een vruchtbaar stoeltje, hè? Ja, ik heb verleden week gekeken, het is waar. En, maar ik neem aan dat dat niet... Nee, bij mij nog niet. Nee. En is het bewust? Of, Het is gewoon, ja. Komt het gewoon. Het is eigenlijk wel bewust voor een stuk. Ik bedoel, wij hebben het zeer druk, mijn vrouw zelf ook. En, wat doet hij? We zijn nog jong. Mijn vrouw heeft een bloemenzaak. Een bloemenzaak? Ja, die verkoopt bloemen. Het is bijna in november, hè? Ja, ik weet het. Hè. Ja, je bent dus goed geïnformeerd, zie ik toch. Hè. En wel, ja, dus met een of ander dan moet ik een beetje helpen en zo in die zaak. Dat beperkt zich tot... Ben je dol op Chrysanthe? Nee, absoluut niet. En je ziet niks anders? Die week toch is het weinig anders en dan gaat dat zo tot stukken in de nacht. Maar ik hou me niet met de Chrysanthe bezig. Ik hou me enkel bezig met de groene takjes die zich daaronder bevinden. Ah. Dat is zeker. Ook leuk. Bloemsierkunstenaar eigenlijk ook nog? Wel in een zeer geringe mate. Ik heb toch wel 2 jaar geleden 2 bloemstukjes gemaakt. Zelf zeer eenvoudige met 2 chrysantjes. Maar blijkbaar hebben die mensen het jaar daarna toch terug besteld. Dus die waren toch wel blij. Bloemschikken is het, hè? Misschien is er nog een toekomst. Ga je graag met vakantie? Nee, absoluut niet. En je hebt, ik weet niet hoe lang, in Los Angeles gezeten? Hè? Dat was wel niet echt om op ons gat te zitten. Nee, absoluut niet. We hebben daar heel hard gewerkt. Waarom ga je niet graag op vakantie? Ik weet het eigenlijk niet, maar wij zijn het hele jaar zo druk bezig. Als ik dan eens een week niks te doen heb, dan ben ik graag eens thuis. En dan begin ik me nog na 2 dagen af te vragen of ik niks kan gaan doen, want ik ben echt absoluut geen stilzitter. En waarom ga je niet eens langer dan een week weg? Dat kan je toch wel, kan het toch niet zeggen dat je niet kan permitteren om zoiets... Ja, permitteren misschien wel. Onze agenda, we hebben een manager die heet Linda en die houdt dat allemaal zo strikt dat er in die agenda gewoon geen gaten zijn. We hebben nu toch eens een week verlof blijkbaar rond Kerstmis of zo. En dat ga je... Misschien ga ik eens... Ik ben erover aan het denken om eens te gaan proberen skiën. Nog nooit gedaan? Ja, 1 keer als ik 16 was, maar dat is redelijk lang geleden al en ik weet echt niet of ik het nog ga kunnen. Ik twijfel er ook aan. Doe de groeten aan Koen in elk geval. Bedankt, hè. Uitroeven! Ja, meneer Keulers? Uitroeven, die fileconcerten van morgen maandag hebben het nieuws gehaald. Meneer Keulers. En niet alleen het BRTN-nieuws, maar naar het schijnt ook Japan en Amerika en zelfs de BBC. Ja, ik heb het ook gehoord, meneer Keulers. Zeg, alleen onze bevriende zender VTM heeft niks. Meneer Keulers, daar zijn ze juist. Tabarabaram, pam, pam. Tabarabaram, pam, pam. Dag Jan, dag Mario, Guido, dag Guido. En wie is dat hier? Supermike! Boing! Supermike, bedankt dat jullie in het VTM-journaal niks hebben gezegd over onze fileconcerten zoals we hadden gevraagd. We wilden er zelf mee uitpakken. Mark, afspraak is afspraak voor ons. Danny heeft wel wat moeite gehad om te zwijgen, maar hij heeft het gekund. Onze vriend bij VTM, Danny Verstraeten. Alleen in het gewoon, het kijken naar.
Wouters hier dus. Al deze artiesten, en nog een heel aantal meer trouwens, geven nu donderdag in de Grenslandhallen in Hasselt een live rockconcert ten voordele van de BRT en actie Kom op tegen kanker. Vandaar ook dit lied van Anne Christie. Want het concert bestaat uit nummers van zangers en componisten die aan kanker overleden zijn. Er komt ook een live cd en ook daarvan gaat de opbrengst naar de actie. De volgende week staat trouwens niet alleen in het teken van die actie. Het wordt ook de week van 40 jaar televisie in Vlaanderen. En nu jullie hier toch zo mooi samenstaan, mag ik jullie vragen om volslagen onvoorbereid en toch harmonieus samen de begintune te zingen van Dallas. Goed. Dat is het. Oké, ik ga er drie uitpikken om te zien of Jan hier, Chris heb ik al eens gehad vandaag, Jean-Kit, Safari en Johan, wil jij ook even met mij meekomen naar de tafel? Ja, laat ik zeggen, Johan, zit jij daar? Dan... Moet ik jou eigenlijk Jean of Kit noemen? Alles is goed. Safari zit daar. En Jan Leijers aan het uiten. Ah ja, meneer De Brabander, mag ik u eerst eens vragen om de namen Leijers, Verminnen en Veit te verklaren, alstublieft? Ja. Leijers, zoon van Leijer, de leider. Dus dat is Leiter. Dat is een leider, een aanvoerder, een gids. Veit is een voornaam, een patroniem ook, een vadersnaam. Kan de zoon zijn van Veit, Vitus, Latijnse naam. Maar in het Waasland was Veit de verkorte vorm van David. David, Vit, Veit, de Veit. En Verminne is een moedersnaam. De zoon van Verminne. Ver betekent vrouw, vrouw. En Minne is een verkorting van Willeminne, dus Wilhelmina. De zoon van vrouw Wilhelmina. Oké, we zijn al een beetje begonnen met het spelletje. We gaan er nu gewoon mee door. Ik zeg gewoon de naam van een televisieprogramma van de laatste 40 jaar in Vlaanderen. En jullie zingen de begingeneriek. Om het eerst. Ja, jullie waren eigenlijk niet verwittigd. Kapitein Zeppels. 1 punt voor Jan Leijers. Ja, ja. Goed, Jan. Heel goed. Mannix. Ja, Jean. En dan de brug van Tremsen. Ja. Rad van Fortuin. Sorry. Mag ik eens hoesten, want ik ben eigenlijk zeer verkouden. Eerste minister moeten we... Rad van Fortuin, ja. Het lied op het puntje van mijn tong. Ja, maar het komt er niet echt af. Goed, Johan heeft nog geen punt, nee. Ik zal hem een beetje helpen. Ja, de begingeneriek van het programma Mooie Dagen. Aha, dan zou dat niet... Nee, dat is een liedje van mij. Nee, dat kan niet. Ja, punt voor Jean Vert. Ja. Ja, ik moet strengen. Dan The A-Team. Geen idee.
Die E-team, hoe gaat dat? Nee. Speelde jij er trouwens niet mee? Bonuspunt voor Leijers. Zeker weten. Goh, ja, dat was van. Dat was zeer moeilijk. Kunnen die vragen? Johan en de Alverman. Vraag eens Johan en de Alverman. Johan en de Alverman. iets moeilijker nu, Jambers. Mannen, hoe gaat Jambers? Ja, natuurlijk. Dat is het. Ja. We gaan het eens andersom doen. Zingen jullie eens iets en dan moeten zij raden wat het is. Tiptop. Juist, yes, punt voor Jan Leijers. Tiptop, inderdaad. Doe er nog maar eentje. Daar heb je Samson, Samson, Samson de Boskangeroen. Nee, Johan, het is niet... Skippy? Nee, maar je komt in de buurt. Ben de Beer misschien dan? Nee. Flip. Het was Flipper natuurlijk, ja. Ja. Goed zo. Deze is ook een hele moeilijke, even kijken. Doe maar. Niemand die het weet? Leugenaars, het was de pin-up club. Ja. En tot slot... Dat ik moet weten, ik heb het nog geschreven. Ja. Tot slot nog één nummer. La 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 la. La 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 la. Dus van hier precies. Ja, helemaal natuurlijk, ja. Winnaar dankzij de bonuspunten was met groot overwicht Johan Verminnen. Deze week pakt de Gazet van Antwerpen uit met een vreemd bericht. Er stond dat er plannen zijn om volgend jaar een nieuw dagblad op de Vlaamse markt te gooien. De krant zal 15 frank kosten en zal zich in het bijzonder richten op alles wat in en rond het televisiemedium gebeurt. Die krant bestaat al en ze kost geen 15 frank, maar slechts 10. Gisteren zondag. Gisteren zondag. Xavier de Baren op paddenstoelenwandeling. Hoe goed kennen Erik en Sanne elkaar? Margriet is zo oud als de televisie. Cartouche. Alles over onze nieuwe tv-bijlage Vroeg Vroeg. Uw brieven, reacties en suggesties. Het morgen maandag mobieleke en 2 gratis tickets voor de live-uitzending. Wil u ook in de krant? Schrijf dan naar Gisteren Zondag, postbus 400, 1040, Brussel 4. Gisteren zondag, morgen maandag bij uw dagbladhandelaar. U hoorde het net, er is weer een tv-bijlage van morgen maandag op komst. Waarom ook niet, de vorige keer is het goed gegaan. U krijgt dus opnieuw een extraatje, nu vrijdagavond 29 oktober na Tropical Heat en Coda op TV1. Dit keer hebben we geprobeerd een vrouwenprogramma te maken, want dat bestaat in Vlaanderen niet echt. Als model namen we het Franse programma Vroeg Vroeg. 5 vrouwen ontvangen een mannelijke gast. De gast die wij met z'n vijven zo meteen zullen ontvangen lijkt een saai, intellectueel burgermannetje. Maar ik vind hem om in te knijpen. Hij noemt zichzelf een pessimist zonder veel hoop. Hij ziet het slecht aflopen met ons en met het Westen in het algemeen. Een somber man, kortom. En zo ziet hij er misschien ook een beetje uit. Een bekommerde heer van stand. Maar wij weten beter, hij is een echte levensgenieter en zeer geestig. Hij houdt niet van snel rijden. Als hij een verkeersbord ziet met daarop maximum 50, dan doet hij gegarandeerd maar 45. Hij is tot zijn 36 vrijgezel geweest.
Ofwel raakt hij niet van straat, ofwel was het om ervaring op te doen. Ik zei het daarnet al. Het schijnt dat hij kan koken. Ah ja? Ja. Ja. Water. Oh, garme ja. Toch. Hier is hij dan al jaren de man achter Panorama, BRT-journalist Paul Nuis. Voor mij was het heel gemakkelijk, ik moest zelf niks doen. De ondertitel van Frou Frou is trouwens verboden voor mannen. Als het u wat zegt, kijken nu vrijdagavond laat na Coda op TV1. Net als bij het vorige extraatje kondigen we niks aan in de programmabladen. Het is tenslotte een exclusief cadeautje voor de morgenmaandagkijker. De rest heeft er niks mee te maken. Einde van morgen maandag, vierde aflevering. Uw stormachtig applaus voor Xavier de Baere. Formidabel. Formidabel, Mark. Dank je vriendelijk. Formidabel, tot de volgende genoegdoening, dames en heren. Mark van de bovenste beste plank afstofsneden, dank u vriendelijk, formidabel. Dames en heren, inderdaad, mij is de afscheidsoverbrenging weer om toebesteed. Ik ben hier in vliegende vaardigheden met professionele bereiders hier terug naar de studio toekomstigheden naar voren gebracht. Inderdaad, ik kom hier wel degelijk van de night van de Broms. Het was daar formidabel om daar het beste beentje ook naar voren te trekken. En in het naar buiten gaan heeft een vriendelijke dame ook een woordje geschreven. Wil ik ook ten berde brengen hier aan de mensen en de kijkers. Ook van de huiskamers. Het is getiteld voor de, Xavier, voor Mark, voor de kijkers en de andere mensen. Het is van de Rijt Maria en ze heeft een passage neergepoot uit haar bundel Levensprokkels met een volgende mijmering. Zij spreekt dus wel degelijk alle publiekseenheden hiertoe. Zij zegt, zijt wie dat ge zijt en blijf wie dat ge zijt. Zij bedoelt dus inderdaad, zijt gewoon wie dat ge dus blijft zijn en blijft dus ook gewoon wie ge hier wilt zijn. Dan brengt ge later nooit geen spijt, want dus nooit spijtbetuigingen zullen haar ten beste brengen. Want een groot lawaait, dat brengt geen profijt. Dus met de grote toeters en bellen er tegenaan gaan, brengt inderdaad geen profijtigheden. Dit wordt u gezegd door Maria de Rijt. Dat wordt dus hier geschreven door onze Maria de Rijt. En ze voegt nog een toevoegend beentje daaraan toe. Groeten aan Mark en aan mijn beste jeugdvriendin Vleerakkers Anita. Formidabel, natuurlijk. Dank je vriendelijk. En natuurlijk ook mijn steentje toebedragen. Het was een groot feest. Ook kinder in het Antwerpse, maar natuurlijk ook in de studio. En daarom voor u, dames en heren, als ge opgeruimd en in gezelschap zijt, opgewind en wel tevreden, dan zingen wij in een volle borst refrein van de morgen maandag mee. Met de morgen, morgen, morgen maandag hand in hand, formidabel op de baan, maar ik laat u maar eens gaan. Met de morgen, morgen, morgen maandag zij aan zij, leven op schalkse manier vol van plezier. Altijd genieten van het vrolijke dat het leven ons hier biedt, op de klanken van een optimistisch lied. Met de morgen, 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 maandag zij aan zij. Morgen maandag zijn we weer omgeren bij. Ja, morgen maandag zijn we weer omgeren bij. Dank je vriendelijk, dames en heren. Formidabel. Dank je vriendelijk. Dit is de vraag die ik gesteld heb. Wel degelijk. In de nacht van de Brons. Aan meneer van de Vogelharen. Mark, dank je vriendelijk. Tot genoeg. Dank je dat ik hier nog zijn. Inderdaad, hij heeft net een woorden gebracht. Ik kan weer in twee rijen daar beneden komen. Ik dank je vriendelijk dat erbij was. Ook in het ziekenhuis. Tot de volgende keer. Zeker kijken naar morgen maandag. Dank je vriendelijk. Tot genoeg. Dank je wel. Inderdaad, er zijn vrienden gemaakt.